onbeschoft hard gereden in Milwaukee door Heather Richardson. Richardson is de sprinter die ook een goede 3 kilometer wil gaan rijden. En dat is eigenlijk hetzelfde verhaal wat je kunt vertellen van Nesbitt. Dat is Ryan Chibakura, de trainer van Heather Richardson. Enige schaatscoach, voor zover we weten, die geboren is op Hawaii. Opening 10.58 voor Richardson en 10.7 is netjes voor Nesbitt. Dat is heel goed voor Nesbitt. Die je toch door de jaren heen die 500 meter beter ziet beheersen ook. Ook al snel gereden, laag in de 38, maar in Calgary. Kijk de snelheid van Heather Richardson, die is goed hoor. Die vreet Nesbitt op. Al dik een week in Nederland, dat zal helpen. En Richardson gaat naar een 37er hier. Dus is echt zo goed als dat wij al vermoeden. 37,95. Vier vrouwen nog. Dit is Sangwa Lee. De wereldkampioen. Thijsje Oenema stond daar heel dichtbij op het podium in maart van 2012. Oenema werd een keer tweede en een keer derde toen. En derde toen de balans werd opgemaakt. Bronzen medaille dus. Kan Oenema partij bieden aan Sangwa Lee, zoals ze dat aan het eind van het vorige seizoen wel kon. 10-34 en 10-65 ligt te ver uit elkaar. Ja, die opening van Oenema is ook te zwak. Een stuk minder ook dan vorige week. De 10-34 van Sangwa Lee, dat is een beste opening. Hij rijdt de ronde goed door. Oenema komt niet in de buurt. Er wordt weggereden door Sangwa Lee, 37,85. De wereldkampioene houdt Heather Richardson in elk geval van een primeur af. En Oenema, 39,26. De 16e tijd. Wat Jenny Wolf al die jaren in zich leek te hebben, de barrière nemen, de eerste 36e rijden. Dat lukte dus wel Ying Yu vorig jaar in de winter in Calgary. En Wolf is gebrand op een beter jaar. Alsjeblieft, 10.31 om 10.54. Wolf, ja, dit is een opening die ze altijd neerzet. Kan gebruik maken nu. Die ze altijd neerzet, maar vorig jaar was ze daar niet toe in staat meer. Kijk dan. Die heeft niet stilgezeten deze zomer. Oh, ze moet hier de slag dan lopen inhouden. Omdat die... daar gaat ze bijna. Maar ze houdt toch nog wat voorsprong. Maar geeft de Chinezen nog een renningsboei nu. Maar Wolf redt het. Geen 37ers, ze wint van Ying Yu. Maar die tweede bocht was een drama. Ja, stond bijna op de rem. Kwam eruit met een snelheid van 49 km per uur, waar die andere sprinters met 53 eruit kwamen. Minimaal. Goeie opening, goede ronde. Dan is het niet gek dat je wint. Dat doet Sangwa Lee voor in totaal de 12e keer in haar carrière. Nederlandse vrouwen bij de eerste 10. Ja, toch ook nog eentje. Margot Boer op plaats 9 is de beste Nederlandse sprinter vandaag.